Vlak voor deze uitzending sprak ik met Mike Eeman, premier van Aruba, via Skype. En ik vroeg hem of een hongerstaking niet een overdreven middel is voor een begrotingsconflict. Nou, het gaat meer dan alleen om een begrotingsconflict. Het gaat over de autonomie en de statische partij van Aruba. Daar hebben Arubanen en mijn grootouders ook generaties voor gestreden. En op het moment dat die budgetrecht, dat zo een fundamenteel deel vormt van de statische partij, op deze manier gegijzeld wordt door de Nederlandse regering of de Koninkrijksregering, dan hebben we het niet alleen maar over een budgetconflict of over interpretatie wat een goede openbare financiën beleid is, maar dan hebben we het echt over een bevoegdheid dat zuiver van Aruba is, die nu naar Den Haag wordt getrokken. Ja, en toch is een hongerstaking geen politiek middel, dacht ik. En ik vind het bijzonder jammer. Ik sta hier vandaag heel triest, niet alleen vanwege de hongerstaking, maar misschien even triest vanwege het feit dat misschien de grootste pleitbezorger voor het Koninkrijk vandaag tegenover Nederland moet staan. Daar herken ik mezelf niet in. En ik vind het bijzonder jammer dat hiervoor gekozen is door de Nederlandse regering. Ja, minister Plasterk zegt juist dat hij teleurgesteld is dat u voor de hongerstaking kiest. Ja, de hongerstaking, het is natuurlijk een wanhoopsactie. Want als je alles hebt geprobeerd en het gaat om een fundamentele recht zoals jouw autonomie en jouw statische partij, waarvoor Arubanen generaties hebben gestreden, dan is het niet zo extreem. In dit geval is het toch de minister-president Rutte en minister Plasterk die zich toch zo hebben ingezet op deze ramkoers. En ik heb geen ander middel. Een ander middel zou zijn protesten op Aruba en alle andere geweld die daarmee gaat. En dan zou ik eigen schade brengen aan mijn eigen eiland, terwijl het juist gaat om de bescherming van mijn eiland. En dus een andere middel om heel duidelijk te maken dat dit een geval is van over my dead body, is deze hongerstaking. En ik hoop inderdaad dat ik ook levend hieruit kan komen, omdat dat is niet de bedoeling. Maar de onderwerp ter zake is wel van die aard dat je bereid bent om dat te doen. CDA en D66 hier in Nederland, die willen graag dat de Raad van State onderzoek gaat doen naar de rechtmatigheid van het besluit van de Rijksministerraad. Bent u daarvoor? Ja, en die is constant ontweken. Op een heel systematische manier heb ik en de gevolmachte minister van Aruba constant aan de Nederlandse regering en de Koninkrijksministerraad gevraagd van laat deze besluiten die u neemt toetsen door de Raad van State. En Aruba vraagt echt niet om geld. Laat me dat even vanavond ook duidelijk maken. Aruba heeft nooit om geld gevraagd. Aruba vraagt ook nu niet om geld. En Aruba vraagt ook niet om een lening. Mijn beroep vanavond in Nederland, hier nog middaguren op Aruba. U ziet al die bezorgde gezichten hieromheen. Mensen die voor het kabinet van het gouverneur staan, zij willen heel graag dat de gouverneur onze begroting met onze middelen direct tekent, want die is al een paar weken gegijzeld. En het spijt me bijzonder dat deze ramkoers is gekozen. Maar ik denk dat soms zegt men hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug. Laten we misschien binnenkort de brug beginnen te bouwen. Meneer Eeman, dank u wel. Dank u wel.